Aankomend weekend mogen we eindelijk weer. Na een weekend zonder officiële wedstrijd spelen we zaterdag weer in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard. Er is veel gebeurd de afgelopen weken. Zo werd er afscheid genomen van de hoofdtrainer, vertrokken er spelers en kwamen er weer nieuwe bij. Er zijn wel twee hectische weken geweest. Ook met spelers wat weg zijn gegaan, nieuwe spelers die gekomen zijn. En dat kost wel wat tijd om weer op de rail te krijgen, ja. En daar wordt dus hard aan gewerkt. We noemen het dus al een periode waarin veel is gebeurd. En dat geldt helemaal voor onze linksback Lucas Woudenberg. Voor mezelf ook natuurlijk een aparte periode geweest natuurlijk. Met het verlies van mijn vader onder andere. Dus het was een wat mindere winterstop voor mij persoonlijk. Maar goed, de jongens hier en iedereen op de club hebben me enorm gesteund. En dat voelde enorm goed. En uiteindelijk ook wel weer blij om na de winterstop weer lekker te gaan trainen. En daar mijn energie in te stoppen. En dat gaat goed. Ik voel me goed. Train lekker. Oefenpotjes lekker gespeeld. Dus ik moet zeggen, voor mezelf gaat het goed. Alleen uiteindelijk moeten we natuurlijk als team beter gaan doen dan wat we nu gedaan hebben nog. En hoe is nu de sfeer in de ploeg? Hoe pakken jullie dit met elkaar allemaal op? Ja, wat je zegt, is natuurlijk hoop gebeurd. De resultaten waren niet goed, het veldspel ook niet. Zo eerlijk moeten we zijn en dat weet iedereen ook. Uiteindelijk is de trainer weg. Spelers die komen en gaan. En natuurlijk zorgt het ook weer voor een nieuwe dynamiek en hopelijk ook weer nieuwe energie. En ik denk dat we zeker in de landperiode en deze week daar goed de tijd voor hebben genomen om elkaar weer scherp te zetten en zorgen dat we weer een eenheid gaan vormen. Zeker op het veld. En ik moet zeggen dat nu ook met de jongens die er nu weer bij zijn gekomen de laatste paar dagen, dat langzaamaan weer vorm begint te krijgen. Dus dat ziet er voor mij persoonlijk wel goed uit. En inderdaad, je zegt al, er zijn ook wat nieuwe jongens bijgekomen. Bijvoorbeeld Tom Haai en Amin Sar gisteren nog. Wat is de eerste indruk van de jongens op jou? Ja, ze hebben nu twee keer meegetraind, dus ik kan er persoonlijk nog niet heel veel over zeggen. Maar ik denk dat Tom Aje is bekend om de Nederlandse, in het Nederlandse voetbal. Gewoon een jongen die goed aan de bal is en makkelijk speelt. En volgens mij is Amin gewoon een sterke balvaste spits die ook redelijk snel is. Dus ik denk dat het zeker twee jongens zijn die ons gaan helpen dit seizoen. Er zijn wel nieuwe spelers bijgekomen. Dan gebeurt er altijd iets in de groep en een nieuwe energie. En dat is wel heel prettig. Er zijn goede jongens bijgekomen, er zijn ook goede jongens vertrokken. Maar dat brengt ook perspectief voor andere jongens die ook een kans rijken. Die altijd voor hun kansen moeten gaan. En dat zie je ook terug in de trainingen. Ja, we willen heel graag spelers ontwikkelen. En dat is ook iets wat Heerenveen voor staat, vind ik. Dat heb ik zelf ook meegemaakt bij deze club. Je wil heel graag jonge spelers ontwikkelen. En dan op een hoog niveau te laten presteren. Of ze dan daarna de volgende stap kunnen maken. In Nederland of in het buitenland. Wat nu ook met Joey gebeurd is. Ja, dat is wel wat we voor staan als Heerenveen. En dat is ook wat we graag willen blijven doen. Ja, en als je kijkt naar Fortuna. Het is een ploeg die onder ons staat. Maar ja, wat maakt dat een lastige ploeg voor ons misschien wel? Nou, er zitten veel goede voetballers in. Met name in hun voorhoede. Met Seuntjes, met Flemings, met een Duarte. Die iets kunnen op eigen hand. Nu hebben ze net een paar nieuwe spelers aangetrokken. Die hun ook kunnen versterken. Maar wij gaan naar Sittard toe om onze eigen wedstrijd te spelen. Ja, wel met veel respect voor de tegenstander, maar met veel aandacht voor onszelf. Ja, hoe kunnen wij Fortuna Sittard pijn doen? En daar leek onze aandacht komende zaterdag. Natuurlijk heb ik ook gekeken naar hun de laatste weken. En qua resultaten hebben hun het ook moeilijk. Maar ik denk ook dat hun gewoon kwaliteit voorop hebben en ook ervaren jongens hebben. Dus het zal gewoon een lastige pot worden. Alleen wij moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan en ons revancheren. En dat mag gebeuren aankomende zaterdag om 6:45 in het Fortuna Sittard Stadion.